Oh jee, we worden achtervolgd! Door de kustwacht! Er komt net een loodsboot voorbij, maar die produceert me toch op het tij golven. We zitten op de Waddenzee. Oh, Arie. Daar is de dokter. De botendokter. De botendokter met gereedschap. Oh, wat top dat je even langs wilde komen. Ja, lekker. Zo, nou, de eerste lik is binnen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Achter mij gebeurt van alles. Ik ben dus op dit moment in Den Helder. Dat had ik jou al verteld in de vorige vlog. Maar wij zijn in Den Helder voor onder andere de Sail Den Helder en de Marinedagen. Dat valt in hetzelfde weekend. Kortom, er is genoeg te doen hier. Achter mij zijn ze al druk aan het oefenen van de marine. En het belooft de aankomende dagen heel spectaculair te worden. En aan het einde van deze vlog laat ik je een aantal leuke hoogtepunten zien van Sail en van de Marinedagen. Maar eerst kan je gaan kijken naar het vervolg van onze vaartrip. We zijn in Delft, maar we zitten nog steeds een beetje met een probleempje. En er is iemand die dat gaat oplossen. En we gaan natuurlijk de stad bezoeken. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Wij nemen je weer mee. Veel plezier met kijken en straks aan het einde van deze vlog dus even terug hier in Den Helder. Zoals gezegd gaan we eerst even een kijkje nemen in deze zeer levendige stad. En wat meteen opvalt is dat bijna iedereen zich lijkt te verplaatsen per fiets. Het is een historische stad met een rijke cultuur en bekend om de prachtige architectuur, Delfts Blauw Aardewerk en de Technische Universiteit. Delft heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw. De stad speelde een belangrijke rol tijdens de Gouden Eeuw van Nederland, als een centrum van handel, kunst en wetenschap. We komen langs de Maria van Jessekerk, een van de vele prachtige historische kerken die Delft rijk is. Blijft indrukwekkend, zeker als je al dat pracht en praal binnenziet. We komen aan bij het bekendste plein van Delft, de Beestenmarkt. Dit plein is 60 bij 50 meter groot en ontstond door de sloop van het Minderbroederklooster. Van 1595 tot en met 1972 was het plein de plaats voor de Delftse veemarkten, waar boeren uit het Westland hun vee toonden. Daarna werd het plein 21 jaar lang gebruikt als parkeerruimte, totdat in de jaren 90 de parkeerplaatsen verdwenen en er een nieuw uitgaanscentrum ontstond. Delft was ook de woonplaats van de beroemde Nederlandse schilder Johannes Vermeer. Delft staat natuurlijk bekend om het Delfts Blauw Aardewerk en is wereldwijd bekend en wordt al eeuwen in Delft geproduceerd. Het is een type aardewerk dat blauw-witte decoratie heeft en is bekend om zijn ambachtelijke kwaliteit. Wie heeft er niet wat van thuis staan? Ik eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen. Na al dat lopen pakken we even gezellig een terrasje. Waar zitten we dan? Ja. Op de markt, midden in Delft. Ja. En op de achtergrond hoor je de oude kerk klingelen, de klokken, want er gaat iemand trouwen daar verderop. Die is er weer ingetuind. Ja. Of zijn ze er weer ingetuind. Ja. Maar het is wel een super locatie natuurlijk om daar te trouwen. Ja, dat lijkt me wel. Als je zou trouwen, Kees, dan weet je dat. Ja. Ga gewoon naar Delft met de boot, maar dan moet je geen pech krijgen onderweg. Ja, inderdaad, want toen wij net afgemeerd waren, keek ik even hoeveel de accu's waren bijgeladen. En toen was er juist een percentage van afgegaan. Dat klopt iets niet, Dat klopt iets niet. Dus dat wil zeggen dat die dynamo zijn werk niet doet, toch pa? We hebben geen grote gebruikers aan gehad. Nee, dus dat kan niet. We hebben best wel een aantal uur gevaar, dus hadden de accu's eigenlijk weer vol moeten zijn. Ja. Oftewel, waarschijnlijk of dynamo kapot of iets. Ja, maar dan moet je eerst meten, want dan haal je die dynamo eraf. Zet je hem op een testbank en dan zeg je hij doet het nog. Ja. Heb je voor niks gedaan, daar heb ik niet zin in. Maar dan moet het iets anders zijn, toch? Want hij doet het nog, hij doet niet zijn werk. Dat hij geen spanning krijgt of zo. Ja. Maar het is een beetje raar. Misschien dat de botendokter er wel raad op weet. Ja, de botendokter Martijn Heren die volgt mij en heeft trouwens ook een YouTube-kanaal.
Heel leuk, die test allerlei sloepen en zo. Die volgt mij. Dat is toch handig, hè? Zo'n netwerkpaar. Ja. Je krijgt vaak heel veel nuttige tips. Op vrijdagavond is we speak. Dus hij contactte mij en zei van... Kees, ik ben in de buurt. Ik wil wel even komen kijken op de VB02. Even spanning meten. Ik zeg, nou, de spanning loopt de laatste dagen hoog op. Die hoef je bij mij niet te meten. Maar goed, heel erg fijn dat hij even langs wil komen. Dus ja. Ik ren hier nog even de nieuwe kerk in. Daar heb ik een kaartje voor gekocht. Erg interessant, wilde ik toch wel even zien. En daarna gaan we toch weer met een gierende veesnaar terug naar de VB02. Maar we zitten al bijna te tukken. Ja, ik snap het. We hebben weer zo'n dag achter de rug. Ja, we hebben nog vroeger aan het sleutelen. Oh, echt. Maar goed, ik laat... ja, het is warm, dus ik laat jou lekker hier met een biertje en een spaarroodje even achter. Ja. Dan, ook in de schaduw. Die liggen hier ook even bij te komen. Ja. En dan ga ik even de nieuwe kerk in. Ik ga niet de toren beklimmen, dat vind ik iets te veel van het goede. Ik ben die kerk al eens in geweest met je moeder toen. Ja, voor het zingen. Heel mooi, heel interessant. Voor het zingen. Ook wel, maar dat is ongeveer 6 jaar terug. Dat wil ik niet weten. Nee. Maar goed, too much detail. Maar ja, we genieten wel enorm van Delft. Overal gebeurt wat. Fantastisch. Echt wel een mega toeristische hotspot. Ja. Je ziet hier heel veel toeristen en het ademt. Zodat hier mensen uit de hele wereld komen natuurlijk. Royal Delft, Delftblauw. De nieuwe kerk, heel interessant. Daar waar natuurlijk heel veel oranjes begraven liggen. Prins Klaus volgens mij, Prins Bernhard. Nou, en heel veel andere mensen. Aanverwanten, inderdaad. Volgens mij zijn zelfs nieuwe grafkelders pas geleden gemaakt. Gerenoveerd of extra bijgebouwd? Dat is een tijdje gesloten. Dus... Ja. Gelukkig is niks gebeurd in die tijd. Nee. En je hoort het, ik word opgeroepen om de nieuwe kerk in te gaan. Dus dat ga ik wel doen. Het interieur van de kerk is indrukwekkend met zijn hoge gewelven, prachtige glas- en loodramen en historische grafmonumenten. De Nieuwe Kerk is een gotische kerk en werd oorspronkelijk gebouwd in de 14e eeuw. Het is vooral bekend als de begraafplaats van de Nederlandse koninklijke familie. Waaronder het graf van Willem van Oranje, ook wel bekend als Willem de Zwijger. De grondlegger van de Nederlandse onafhankelijkheid. Als er een bijzetting komt, dan wordt deze enorme stenen plaat verwijderd en kunnen de nabestaanden afdalen de grafkelders in. Ik kan me dat nog wel goed herinneren toen Prins Bernhard in 2004 werd bijgezet. En al ben ik niet echt gelovig, ik steek als ik in een mooie kerk ben toch vaak even een kaarsje aan voor mijn moeder. We lopen langzaam weer terug naar de VB002 en kunnen helaas niet alles bezichtigen in deze leuke stad. Maar lopen hier nog wel even langs de Oude Kerk. En hier zie je het Gemeenlandshuis. En dit is het oudste stenen woonhuis van Delft en is gebouwd in 1505. Heel sierlijk zo met die schilder boven de entree. Daar is de dokter. De botendokter. De botendokter met gereedschap. Oh, wat top dat je even langs wilde komen. Ja, tuurlijk. Ja, geweldig. Jij was in mijn thuishaven net, hoorde ik van je. Ik was net bij jou in de haven, maar jij was er niet. Nee. Dat was een stukje nog erbij geweest. Ja, Kees, nou, wat leuk om jou even echt een keer te ontmoeten. Ja, nou, Ik ben heel benieuwd wat we gaan vinden hier beneden. Ik had gezegd. Ik word binnenkort 75, ik wil er hoop voor doen, we gaan niet meer door het luik. Nee, maar dat snap ik helemaal. Maar dat is niet gelukt. Maar eigenlijk heb je me al heel veel informatie gegeven, dus eigenlijk hoef ik nou alleen nog maar te controleren... Of die bijlaat. Ja, dus en de rest heb je al gedaan. Ja. Dus de dokter moet een diagnose stellen eigenlijk. Hè? Ja. Ik moet alleen even ondertekenen. Hij trekt natuurlijk enorm, want hij heeft een poelie, maar het is geen dubbele poelie. Nee. Een enkele poelie.
En je hebt natuurlijk een behoorlijk batterijpakket aan boord. Dus dus het euvel is eigenlijk begonnen nadat we de espresso machine aanzetten gisteren. Ja, maar toen kwam daar ook uit de machine kouden. Ja, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar, zo even kijken, ik ben heel benieuwd, want in principe zou het... Hij is natuurlijk wel beveiligd, dus hij kan niet meer dan dat hij kan, eigenlijk. Nee. Zo hoort het te zijn. Maar anders, als je verbrand zou zijn, dan heb je een brandluchtje. Ja. En dat luchtje wat ik rook, dat is gewoon van de snaar. Ja, maar eigenlijk is hij waarschijnlijk is die dynamo dan vastgeslagen. Tenminste, als ik het verhaal een beetje hoorde, dan denk ik dat hij is gaan slippen. Ja, maar vast is vast. Maar niet dat hij weer los is, zou ik zeggen, of niet? Nou, kan. Hij kan ook wel weer losschieten. Weet je niet. Nou, laten we even kijken. Let's go downstairs. Ja, ik neem eerst alleen de meter mee. Oh ja. Oh, je hebt echt een hele... Ja, de dokter komt niet zonder dat is instrumenten. Echt, nee. Ja. Het is alleen geen vlees, maar voor de rest is het helemaal hetzelfde. Ja. Maar jij noemt je de boterdokter, hè? De boterdokter, maar dat komt eigenlijk een beetje door het hele YouTube-verhaal. En toen zeiden ze tegen mij van, joh, eerst was het mijn bedrijfsnaam. Toen zeiden ze, ja, dat moet je helemaal niet doen. Toen was Martijn en de boterdokter blijft veel beter hangen. Dat is toch hartstikke leuk, ja joh. Nee, ja, ik heb ook wel eens wat video's van jou gezien natuurlijk. Oh, leuk. Ja, ik ook die van jou. Ja, nou. Ja. Ik zag al op het filmpje, had ik al een stukje gezien dat je inderdaad bezig was bij die dynamo met de feestnaam. Ja. Oh, lekker. Zo, nou, de eerste luk is binnen. Ja, de eerste kusje op de hand. Nou, als het straks gelukt is, krijgen ze van mij ook eens. Ja, die hou ik Jan. Ja. Nou, ik ruik er wel een beetje aan. Ja. Maar hij ruikt niet echt verbrand of zo. Dus dat is wat dat betreft wel heel goed. Ja. Dus wat ik denk het beste is, als jullie hem zo even willen starten, dan ga ik hier gelijk meten. Oké. En dan gaan we kijken wat er... Wat de loos is. Wat de loos is. Ja, meten is weten. Ja, meten is weten. Ja, ja, je kan hem starten, pa. Daar komt de dokter weer. Ja. Pas. Nou, het is gewoon helemaal mis. Het is helemaal mis. De reis moet onderbroken worden. Ja, het is klaar. Nee. Nee, maar het valt wel wat dat betreft wel redelijk mee. Ja. Maar we moeten wel even wat aan de dynamo doen en eventjes aan de bekabeling ertussen. Dat zit niet helemaal zoals het hoort. Ja. Dus dat gaan we doen. Maar aan de dynamo doen? Ja, er komt een andere dynamo. Ja, want die is sowieso licht. Ja, die is ten eerste inderdaad te licht. Maar ten tweede is die ook niet helemaal meer zoals die moet zijn. Nee. Niet helemaal meer 100%. Dus die moeten we echt wel even gaan vervangen. Beetje zoals ik, ja. Wat zei je nou? Ja? Nee. Ja, ik bevestig het. Ja. Nee, maar, en de kabel zeg maar, die tussen de dynamo zit en naar de startmotor gaat. Dus die eigenlijk naar het accupakket gaat om te laden. Die is echt veel te licht. Ja. Nou maakt dat bij deze niet zo heel veel uit, want hij doet ook niet heel veel meer. Maar voor straks moet dat wel even anders. Ja, en jij wil een actieplan oprichten. Jij zegt, ik ga je helpen, Kees. Ik ga je helpen en ik ga zorgen dat we eerst een andere dynamo krijgen. Dus ik heb net het type nummer van de motor gefotografeerd. Ja. Ik zorg dat er een vervangende dynamo komt. Ja. Dus een gereviseerde of in ieder geval een beetje een betaalbare oplossing. Ja. En dan gaat die andere eraf, die kunnen we dan omruilen. En dan ben je weer helemaal gered. Nou, en dat wilde jij doen? Ja. Ja, nou ja, vanmorgen heeft mijn paard gedaan. Die is trouwens volgens mij instructie weer aan het ontsloppen. Wacht even. Tricks. Oh nee, nee, dat gaat goed. Mijn paard zijn laatste kusje voor vanavond. Nee, die honden even uitlaten. Maar nee, maar echt geweldig joh, dat je dat even wilt doen. Ja, leuk. Zo. Zo, nou, en jij gaat nu terug naar, waar is jouw woning? Ik ga terug naar Steenwijk. We zitten nu in Delft, hè? Ja, precies. Dus dat is wel een uurtje of twee, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Maar gelukkig kom je langzaam mijn kant op. Dus ik wacht gewoon extra lang. Ja. Nou, super bedankt. En tot de volgende. Yo, tot de volgende bestemming. Hoi. Vanuit Delft zijn we terug hier in Den Helder. En aan het begin van deze vlog vertelde ik jou dat ik je wil laten zien wat er dit weekend allemaal gebeurt hier in Den Helder. En dat is heel wat. SEAL 2023 en de Marinedagen valt allemaal in één weekend. Er gaan heel veel mensen op afkomen. Er gebeurt van alles. Hier achter mij zie je al een tollship, die gaat de haven uit. Maar goed, ik denk dat hij straks de haven, dat hij even terug naar de Waddenzee gaat om straks de haven weer in te komen voor de SEAL in. Want dat staat over een half uurtje te gebeuren. Dan gaat het evenement officieel van start. Dan komen er heel veel schepen deze kant op en in een uurtje of vier blijft dat binnenstromen. En ja, en dat kan later allemaal bezichtigd worden. Ook bij de marine zijn ze al druk aan het voorbereiden. Daar kan je ook marineschepen bezichtigen. En nou ja, de hele stad, er gebeurt van alles. Het bruist overal. Gisteren was er een optreden van de Marinierskapel, de Nederlandse en de Engelse. We'll be right back.
Dat was gisteravond in Willemsoord en dat is de voormalige Rijkswerf. Dus daar lagen vroeger de marineschepen en daar waren ook de werven, daar werden ze onderhouden. Nou, tegenwoordig is dat een heel gaaf gebied, een beetje NDSM-werfachtig gebied. Waar van alles gebeurt, er zit een bioscoop, heel veel horeca. Er ligt nog een tollship daar in een dok. Heel gaaf. In de volgende vlog zie je trouwens het vervolg van ons vaaravontuur. We gaan nog naar heel veel leuke plekken toe. Leiden staat nog op programma, Alkmaar staat nog op programma, Braarsemermeer. Dus dat ga je allemaal zien in de aankomende vlog. En die is niet aanstaande woensdag, maar zondag. Dan heb ik nog even quality time met mijn pa. Die is nu even van boord af. Die komt zaterdag, dus dit weekend komt hij weer aan boord. Samen met Tini en dan gaan ze ook nog even sail meemaken. Hartstikke leuk, dat zie je later in deze vlog. Ik lig dus met de VB002 en trouwens ook Arie en Caroline van de Henriek. Hier in de koninklijke, goedemorgen, in de koninklijke marinehaven. Hartstikke mooi plekje, echt schitterend de afgelopen dagen, echt van genoten, want er gebeurde van alles daar. Nou, wat wel een beetje jammer is, is dat vandaag de lucht zo grijs is als de meeste marineschepen. Ik denk dat wij vandaag ook nog wel een flinke plensbui op onze pan gaan krijgen. En ook heel veel andere mensen hier. Ik denk dat het wel minder bezoekers trekt met dit weer. We gaan iets leuks doen, want er komt gepast vervoer om de sail in mee te maken. Kijk, daar komen ze aan met die hele mooie historische sloep. Kijk eens aan, daar is Tim met zijn crew. Met een hele bijzondere sloep ben je voorkomen zeker, varen. Absoluut. Wat is het verhaal erachter, Tim? Het is de sloep De Ruiter die afkomstig is van het oude marinefregat De Ruiter, de C801 voor de kenners. Die is helemaal opgeknapt door iemand die zeer nauwkeurig is geweest met het restaureren van de boot. Ja. En deze heb ik een jaar geleden kunnen kopen en sindsdien reis ik ook door Nederland heen met de sloep. Ja, wat gaaf joh. Maar wat is het bouwjaar van deze sloep? 1953. 53. En dat was een soort bijboot dan, zeg maar, voor... Het was een roeis-slash-zeilsloep voor de officieren aan boord van de Ruiter. Ja. En die hebben ze hier achter op Rijkswerf Willemsoord is die gebouwd. Ja. Onder bouwnummer 804. En toen is die aan boord gegaan van de Ruiter. Heeft hij tot 1971 aan boord van dat fregat gelegen de wereld over geweest. Ja. En toen de Ruiter werd verkocht aan Peru... is die uiteindelijk die sloep van boord afgegaan en het pleziervaartgedeelte ingegaan. Ja. En daar heeft hij als zeilsloep gediend en nu als motorsloep. Dus ja. Hij heeft verschillende stappen meegemaakt. Gaaf hè. Maar jij zei ook dat Bernard en... Bernard en Juliana hebben we nog opgevaren. Ja. Want, ja. Caroline, hoor je dat? Bernard en Juliana. En nu bij. Maar wat was het verhaal erachter? De Ruiter is als vredesschip naar de West gegaan, dus naar de ABC-eilanden. Ja. En toen ze in Curaçao kwamen, is deze sloep schijnbaar, dat is het verhaal, gebruikt om Juliana en Bernard aan wal te brengen. Het is een majesteitieus, zeg je dat? Nee, het is een heel mooie sloep. Hij ziet er fantastisch goed uit, moet ik zeggen. Ja, dank je. Ik ben het helemaal met je eens. We gaan lekker de sail in beleven vanaf deze sloep. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Hopen dat het droog blijft. We hebben paraplu's bij ons. Maar kijk eens even mee, mensen. Wat een mooie ding. Chico, mooi hè? Ja, dat is weer wat anders dan de VW003. Ik wil even die vlag zien. Arie, blaas jij eens even hard. Er stond heel de tijd wind en nu ben ik dus een vlag aan het filmen. Dit is trouwens ook leuk. Ja, probeer het maar even, Arie. Eén keer dan. Ik laat die camera wel lopen, joh. Ja, dat begrijp ik. Maar kijk. Ja, nu zien we een mooi wapperen. Prachtig. Nou, daar gaan we, Caroline. Ja. Nou, de majestueuze entree. Heel galant van je, Arie. Ja, hij denkt die camera loopt, laat ik even galant zijn. Dat is een leuk stijl, jongen. Ja. Nou, daar gaan we. Hoppa. Ik heb speciaal mijn navy blue hoodie getrokken. Ja, kan je trouwens bestellen in de webshop. Hij is er ook zo uit voorzien als ik. Ting, ting. Nee, maar ik denk dat is helemaal toepasselijk voor deze... Ik had vanmorgen een t-shirt aan, maar het werd wat fris, Caroline. Ja. Hè? Ja, het werd wat fris. Maar dat maakt niet uit. Als jou zit, krijg ik het weer warm. Ja. Ik zie Arie kijken. Ga weg bij me. Hoi Jessie, ben jij er ook bij? Zo, we varen nu de haven uit. Dus even kijken wat we allemaal kunnen bekijken.
Er komt net een loodsboot voorbij, maar die produceert me toch een partij golven. Dus we gaan... We zitten op de Waddenzee. Dit is niet normaal, joh. Zit jij voor... Ik weet niet of dit overkomt. Ja, je bent lekker bezig. Het is zeedoop is dit. Ja, nou ja, hij ligt wel heel strak in het water. Ja, zeker, met niks te klagen. Hij is zeewaardig, ja. Hij is zeewaardig, ja. Dat hebben we getest. Ja. Zo. Kijk dan. Hij gaat er goed doorheen, hoor. We worden nog verwend ook, dus er zit zelfs een wijnarrangement bij. Ja. Kees, of we nou op welke boot we ook zijn, hè? We hebben altijd wel een wijn. Het is alweer een zuipstuit. Ja, dat is de vraag, hoe schenk je dat in met zulke golven? Altijd. Altijd in de hand houden, hè? Altijd, ja. Okay. Zo houden we het een beetje in de hand. Ik ben, dat noemen ze zo, kardanisch opgehangen. Wat ben je? Kardanisch opgehangen. Oh. Dat zijn ook apparatuur in die zeiljacht. Ja, dat klopt, ja. Dat hij zo'n kooktoestel dat het blijft als dat doet, weet je wel. Ja. Maar het zit al in de genen. Dat zit in jouw systeem. Ja, zo ben jij geboren. Nee. Nou, dat is goed om te weten, Arie. Hier komt er een speciale cameraboot voorbij die opnames maakt van het evenement. Deze op de boot gemaakte camerakraan kan zelfs met hoge golven stabiele beelden maken. Op de rib is een zogenaamde Russian arm bevestigd. Even zwaaien! Ja, we zijn in de picture, Arie. Ja, we zijn er weer. Ja, hoi. De volgende bestemming. Hoi. Er komen weer golven. Oh, Arie. Kijk uit voor je camera, Arie. Ja, te laat. Oh jee. Arie, wie komen daar aan? Dat zijn mijn oud-collega's. Wat leuk. Ja, ik zag ze varen en ik heb even gebeld en zeiden nou... We komen jullie wel even nat maken. Nou, hoop ik dat. We zijn al nat genoeg van net. Ja, we lopen tegen stroom in 2,5 km per uur. Ja, niks over als nee, 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 dat is wel lachen, want dat zei Tim van normaal. Ga je 9 km per uur, toch? Dus, nee, ja, 9 à 10 km per uur. Ja, kun je nagaan wat een stroompje tegen. Maar het is heel gaaf. Dus de Zeearend, het schip waar Arie hoeveel jaar op gevaren hebt? Ik ben totaal vanaf 91 kapitein geweest aan boord van de kustwachtschepen. Ja, ja, ja. En de Zeearend is voor jou heel bekend terrein. Deze vanaf 2009 tot 2020. Ja, en die komen hier nu voorbij. Ja, ze komen even gedag zeggen. Even gedag zeggen. Heel gaaf. Heel gaaf, ja. Hoi! Nou, superleuk, Arie. Ja, wat zei hij nou? Ik stuur je een tikkie, waarvoor? Ja, we gingen betalen voor het een en ander, maar dat gaan we niet. Oké, okay. We betalen belasting, toch? We gaan niet betalen voor deze show. Nee. Ja. Oh jee, we worden achtervolgd! Door de kustwacht! Oh jee! Super bedankt Tim en je crew voor deze gave ervaring. De volgende dag ga ik eens even een kijkje nemen op het terrein van Sail Den Helder, dat hier voor de 6e keer georganiseerd wordt. Er liggen heel veel tollships, historische schepen en moderne schepen. En zoals je ziet trekt dat heel veel bezoekers. Hier zie je de Eendracht. Het is een zeilend zeeschip dat als doel heeft om iedereen, maar met name jongeren, in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de zee en het zeezeilen en het avontuur dat daarbij hoort. Ik vind tollships heel mooi, maar de marine heeft dit weekend ook het zwaar beveiligde terrein opengesteld voor het nieuwsgierige publiek. En ik wil deze kans natuurlijk ook niet aan me voorbij laten gaan om eens even lekker rond te struinen.
Je kijkt je ogen uit, want er worden heel veel spectaculaire demo's gegeven. Alles wordt uit de marinekast gehaald om de bezoekers een mooie show te geven. Ik kan helaas niet heel lang weg, want Chico is aan boord van de VB-002. Maar ik wil toch wel heel graag aan boord kijken van het grootste marineschip die de vloot rijk is. Dit is Zijner Majesteit Karel Doelman. Als schepen bij de marine in dienst komen, krijgen ze de toevoeging Zijner Majesteit voor hun naam. Ze varen namelijk voor de koning. Het indrukwekkende schip heeft een lengte van 205 meter en kan een topsnelheid van ongeveer 33 km per uur bereiken. Het marineschip heeft een mega laadruimte voor onder andere voertuigen en helikopters. Het schip heeft een enorme ziekenboeg met heel veel bedden en zelfs twee operatiekamers. En kijk dan deze deursluiting. Nou, dat is geen bouwmarktkwaliteit. Alle opvarenden moeten natuurlijk ook gevoed worden. En het bereiden van het voedsel gebeurt hier, in deze grote kombuis. De Karel Doelman is een joint support ship, ontworpen om ondersteuning te bieden aan maritieme operaties, zoals het bevoorraden van schepen op zee, het uitvoeren van humanitaire hulpacties en het transporteren van militair materieel. Het schip kan ook dienen als commandopost. Via de installatie op het helikopterdek kunnen helikopters al vliegend bijgetankt worden. Heel gaaf om ook deze gevechtshelis van dichtbij te zien. Dit is de NH-90 en is in eerste plaats een maritieme gevechtshelikopter die kan opereren vanaf patrouilleschepen en luchtverdedigings- en commandofregatten. Defensie gebruikt het toestel ook als transporthelikopter. Tot slot neem ik nog even een kijkje op de brug van de Karel Doelman. Heel interessant en wat een knopjes. Nu heb ik helemaal een minderwaardigheidscomplex. Het is nu zaterdag en wie zijn daar weer? Theo, Tini, ja. En Trixie en Chico. Ja. En Tini krijgt de vuurdoop. Die krijgt de vuurdoop, want je zit op een rib en die is van Walter. Ja. En ook van Linda natuurlijk. Nou, wat leuk, we mochten een stukje meevaren. Ja, zeker. Nou, geweldig, zo aan het einde van deze vlog pakken we dat nog even mee, pa. Ja. Dat is toch leuk? Tini is niet de vuurdoop, maar de waterdoop. Ja, ja. Nou, pa is natuurlijk even een weekje van boord af geweest, maar die is weer terug. En Tini blijft ook nog 2 dagen gezellig hier voor sale, dus we gaan een mooie tijd hebben. Nou, ik neem je nog heel kort even mee met dit vaartje. Het wordt wel spectaculair, denk ik. Zo. Let's go. Ja, Tini, je hebt vlaggen en je hebt vlaggen, hè? Ja. Dit is de Indonesische vlag. Het is een tolship, helemaal uit Indonesië. Dat is ja, dat is wel een van de meest indrukwekkende, hoor, van wat hier ligt. Van wat ja. Hier ligt. Ja, en dat zie je allemaal van dichtbij. Ja, joh. Ja. Er staat een verre muntje trouwens hier, ja, in Den Helder. Zeker. Ja, we zitten nu echt front row. Ja, ja. We gaan afsluiten hier vanaf het sailterrein. We gaan er nog even van genieten.
In de volgende vlog, en dat is dan volgende week zondagmorgen om 10 uur, vertrekken wij vanuit Delft. Ja. Dus we gaan weer even terug in de tijd. Maar we hebben nog heel veel avonturen die we gaan laten zien. En ook wat er nog aan zit te komen natuurlijk, hè? Ja, richting de Wadden en zo. Of dat lukt of niet, wordt een beetje spannend. Als er iets minder wind is, want het is nu te gek, hè? Ja, het is te gek. Windkracht 5 of zo. Dus wij hebben niets, we weten nog niet hoe het gaat aflopen, maar je gaat het allemaal zien. Like deze video nog eventjes als je hem leuk vond. En abonneer nog op het kanaal van de volgende bestemming als je dat nog niet had gedaan. Dan sluiten wij hier af vanaf SEAL 2023. Ja. En zeggen wij bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. En bedankt Walter voor het meevaren. Ja,